Café Elders, de opening van de expositie van Sibylla Bouwman. Ik heb Sibylla leren kennen via een aantal andere kunstenaars die hier geëxposeerd hebben. En zij kwam met een voorstel bij mij een aantal maanden geleden van Zeel Amsterdam is in augustus en ik heb van die prachtige boekbeelden geschilderd. Is het iets voor bij jullie? Nou, ik zag het, ik was gelijk verkocht. Dus vandaar, ik geef het woord aan haar zus. Yes. Sibylla die vroeg mij een tijd geleden of ik haar expositie wilde openen. Waarop ik eigenlijk tegen Sibylla zei van, nou Siep, moet je dat niet laten doen door iemand die wat belangrijker is, hè? Toen zei ze vrij, jij bent belangrijk, want jij kent mij het best. En ik ken Sibylla niet anders dan met een passie voor tekenen. Sibylla is altijd bezig, altijd aan het werk, altijd haar creatieve ideeën aan het uiten. En als klein meisje keek ik daar ook onwijs tegen op, want ik dacht, Sibylla kan zo goed tekenen, dat ik maak geen schijn van dat. Geniet van jouw sailing moment, straal vanavond als een zeesterretje. En laten wij straks proosten op een behouden vaart. Dan verklaar ik nu deze expositie voor geopend. Kijk van al het, naar al het mooiste met een hapje en een drankje. En de muziek wordt verzorgd door Finger Poppin' Soul. Jongens, welkom! Is dit een van je eerste exposities? Niet mijn eerste, maar ik heb heel lang niet geëxposeerd. En eigenlijk omdat ik fulltime les geef en heel veel dingen aan andere dingen besteed. En toen zeiden vrienden, je moet het juist wel doen, je moet wel exposeren. En toen kwam Sail weer. En toen leek het me eigenlijk heel erg leuk om mijn boekbeelden te laten zien in Amsterdam. Ja. Dus vandaar dat ik nu wel een expositie heb. Ja, ik ben een donkere schilder. Ik neig meer naar het Rembrandt donkere. Maar ik kan dit frisse werk heel goed waarderen. En mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de zwart-wit tekeningen. Die vertellen hun eigen verhaaltje. Maar ook de grote doeken van een meter bij een meter zien er prachtig uit. Parking by the lake and there was not another car inside. And I never had a girl looking any better than you did. And all the kids at school. Kom je erbij om boegbeelden te maken? Ik woon naast het IJ, Amsterdam-Noord. En ik ben eigenlijk gefascineerd door geraakte boegbeelden. Dat ik elke 5 jaar naar de Zeel ga, Zeel Amsterdam. En ik vind het iets magisch hebben. Het is een beeld wat je ziet alleen op dat moment. Omdat het wekenlang weg is op zee. En dan zie je het eigenlijk een klein moment dat het in de haven ligt. En dat vind ik fascinerend, dat vind ik mooi. So many artists will pick this kind of subject. And yeah, I know Sibylla personally and I encourage her also a little bit. I said to her that she should exhibit and show to people her work, which is very important. It will give you a feedback and will give you a strength for a new challenges. Van boegbeelden, ik hou van kleur, ik hou van, ja, wat Sibylla doet is gewoon hartstikke mooi. En ik heb het nooit eerder gezien, boegbeelden. Maar heb je ook wel ander werk van haar gezien? Ja. Is dit totaal anders? Nee, dat lijkt hierop. Er zit wel meer beweging in haar andere schilderijen, meer met dans en vrouwen, ja. Dus de boegbeelden zijn eigenlijk voor jou heel anders? Ja, eigenlijk wel ja. Maar het is wel haar stijl. De kleuren, de beweging in het schilderij zelf. Ja, dit is echt Sibylla Bouwman. Welke is jouw boegbeeld? Eigenlijk de stad Amsterdam. Natuurlijk omdat het Amsterdam is. En ik vind een sterke vrouw en ik vind ook het boegbeeld is ook symbolisch voor een sterke persoonlijkheid. En dat heeft een dubbele betekenis en vandaar dat dat mijn favoriet is. De kleintjes die hebben ook zeker met boegbeelden te maken. Dat gaat eigenlijk over een beetje een nautisch thema, over de zee en over sprookjes.
verre reizen, verre landen. En ook over symbolen, symboliek in het algemeen. Maar ook over communicatie. En daarbij ook over de dansbekamer. Of over de dood. Of over personages. Het kan eigenlijk over iedereen gaan. Vandaar dat ik heel veel skeletten gebruik. En hoe lang blijft het hier hangen? Weet jij dat? Ja, ik heb gehoord tot september. Maar oktober zou mooi zijn. Maar aan de andere kant, 2 maanden is voor een beginnend artiest, openbaar beginnend, best wel lang. Ja, ik denk niet dat zij beginnend is, maar wel dat zij haar werk naar buiten brengt. Openbaar. Ja, beginnend openbaar. Want de meeste kunstenaars hebben niet zo'n zin in openbaar. Nee. Hè? Maar zij wel, denk ik. Ja, ik weet het niet, maar ik ben blij dat ze het gedaan heeft. Zeker, ik ook. Oké, dankjewel. Ja,